Hallo allemaal, mijn naam is Amarinze Vries van Stal ADV. Wij fokken sinds 2014 zo'n 2-3 veulentjes per jaar. Sinds april 2021 dit jaar zijn wij eigenaar geworden van dit prachtige plekje zo om mij heen, wat je kunt zien. Vandaag stel ik jullie voor aan onze paarden en aan onze stal. Kom verder! Dit is Mente ADV. Zij komt uit de Duitse Stermerrie. Haar vader is Michiel. Als veulen is zij niet mee geweest naar de keuring omdat haar moeder op dat moment niet goed was. We hadden dit jaar heel graag met haar naar de keuring gewild. We hadden haar ook aangemeld voor de fokdag van het Friese Grijthinder. Maar helaas was ze niet fit, dus hebben we haar niet mee kunnen nemen. Ik heb hele hoge verwachtingen van deze merrie en ik hoop haar volgend jaar wel op de keuring te kunnen laten zien. Dit is Eke Nisha ADV, een mooie 4-jarige stermerrie van Lodewijk. Haar moeder is een stermerrie van Sapen Ker Oopman. Eke verwacht volgend jaar maart haar eerste veulen. Ze is drachtig van Ouwert. Haar moeder is op dit moment alweer 17 jaar en Eke zal dan ook een mooie opvolger zijn van haar moeder. Toen ik een jaar of 18 was, heb ik mijn eerste Friese merrie gekocht. In 2013 ongeveer heb ik met haar een eerste veulen gefokt. Dit smaakte gelijk naar meer. In 2014 heb ik met behulp van mijn vader een hele Friese familie aangekocht. Dit waren de paarden van de heren de Groot uit Bolsward, stam 65. Hier fok ik nog steeds mee. Enkele van deze paarden staan hier ook nog steeds en daar ga ik ook mee verder. Dat is het begin van mijn eigen stam, zeg maar. Van mijn eigen lijn. Ik ben begonnen met mijn paarden in pension te houden in Tjallebert. Op een gegeven moment is die man ermee gestopt en toen heb ik een eigen accommodatie gehuurd in Gersloot. Tot april 2021, toen hebben mijn man en ik dit prachtige plekje kunnen kopen. Hier zijn we dan ook direct een bedrijf gestart. Het is natuurlijk nog volop in ontwikkeling. We zijn bezig met de eb- en vloedbaan, met stallenbouw, het landinrichting, noem het maar op. De diensten die wij hebben, dat is een klein stukje pensioenstalling en een groot gedeelte opfok. En een klein stukje kraamstalling. Dat deed ik eigenlijk ook altijd al wel een beetje. Maar nu wat in het groot, zeg maar. Achter mij zien jullie het land wat erbij hoort. We hebben in totaal bijna 10 hectare grasland erbij. Dit is ook wel nodig als je opfokpaarden wilt gaan houden. Je hebt natuurlijk erg veel ruimte nodig. Dit is Riekle ADV. Een hengstveulen van Wardi uit de Duitse Stermerrie.
Hij is dit jaar op de veulenkeuring geweest in Hemrik. En hij heeft een tweede premie behaald. Op ras had hij een 6,5. Op de bouw een 7. Op beenwerk een 7,5. Op de stap een 7. En op de draf ook een 7. Hier hebben we een 8-jarige derde premie Mary van Maurits. Deze fijne Mary staat bij ons op stal om doorgereden te worden voor de verkoop. Dit paard is ontzettend goed bewaard gebleven en daarom nemen we haar eind september mee naar de stamboekkeuring. Zoals je kunt zien staan hier op stal veel Mary's met wat vrijer bloed, hengsten die wat minder gebruiken. Dit heeft twee redenen. Allereerst vind ik dat deze hengsten bij mijn Mary's passen. Tweede help ik hier mee een beetje de bloedspreiding van de fokkerij en probeer ik iets unieks te fokken. Waar ik later, als die merries weer 3, 4, 5 jaar zijn, alle kanten.